BN'ers die spelen met raceautootjes, SBS6 maakte er afgelopen herfst een show van. De presentatie van Car Wars was in handen van Winston Gerstanowicz, maar ook dat mocht niet baten. Er keken op een gegeven moment nog maar 258.000 mensen naar. Een enorme flop, al wil Winston het zelf niet zo noemen. Hugh heeft keihard uitgehaald naar Winston om het aannemen van deze tv-klus. Ik zag hem, bij Op1, heel enthousiast kuren over een programma van John de Mol waarin volwassen BN'ers met speelgoedautootjes tegen andere BN'ers mogen racen. Winston presenteert deze infantiele onzin. Ik dacht, dit kan die Gerstanowicz niet menen. Maar ik had dezezelfde enthousiaste woorden van de presentator ook al gelezen in het AD en vroeg me toen serieus af wat zijn vrouw hierover zou zeggen. En zijn kinderen. Want als je met een man bent die dit werkelijk vindt, dan wil je daar toch niet mee verder. Dat zijn vrouw Renate hiermee akkoord ging, vindt Joep onbegrijpelijk. Mijn vrouw zou een advocaat bellen en zachtjes vertrekken. Niet omdat ik openlijk zat te jokbrokken om mijn baantje veilig te stellen, maar omdat ik dat kleuterprogramma voor ongeletterden echt leuk zou vinden. Deze uitspraken tasten natuurlijk behoorlijk Winston's eer aan. Hij ziet zichzelf als volwassen mediamaker en wordt niet graag onderuit gehaald. Wat vindt de presentator van de smeren van Joep? Winston reageert nu in de weekend. Prima als hij dat vindt. Ik denk dat hij niet goed heeft gekeken hoe groot het programma was, het was een van de duurste programma's van afgelopen jaar. Kritiek hoort er echter bij. Als je daar niet tegen kunt, moet je iets anders gaan doen. Joep had natuurlijk wel een beetje gelijk, de kijker vond het ook dermate infantiel dat er niemand naar keek. Winston, het is jammer, er is veel tijd en energie in gegaan, maar ik ben blij dat het niet geflopt is. Het was geen hit, maar gewoon oké. Je gaat voor meer, maar dat zat er helaas niet in.